Welkom vandaag hier op Coming Out Day in ons mooie Winterswijk. De dag waarop we met onze buurgemeente Oost-Gelre vieren dat we onszelf regenbooggemeente kunnen noemen. Mogen noemen ook. Ik sta hier vandaag dan ook als een hele trotse wethouder. Want de titel is een bevestiging van iets waar ik al jaren in geloof en voor wil gaan. Iedereen in Winterswijk moet gelijkwaardig mee kunnen doen. Want meedoen in onze samenleving is belangrijk. Voor mensen zelf, maar zeker ook voor een kleurrijke en diverse samenleving. Een samenleving waarin iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ik ben opgegroeid eigenlijk met heel veel taboe. Bij ons thuis werd niet gesproken over geaardheid of seksualiteit. En eigenlijk heeft het dus heel lang geduurd bij mij ook. Voordat ik er echt met mensen over kon praten bijvoorbeeld. Hè, dat je dat gesprek aangaat, dat je er meer over leert. Want dat was pas een keertje als je het voortgezet onderwijs kwam. En ik herken bij heel veel jongeren een beetje hetzelfde. Thuis te over praten is taboe. Er wordt niet veel over gepraat. Dus ik vind het belangrijk dat dat steeds meer gebeurt. Vandaag geven we het startsein om met elkaar te blijven werken aan de verdere acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersexe personen in onze gemeente. Als je ja zegt, mag je knippen. Ja, van mij mag je knippen. Ja. Dan gaan we. Ja? Ja. Ik zie natuurlijk ook dat dat niet alleen in de Turkse cultuur dat zo is, of bij moslims jongeren, maar ook gewoon bij Nederlandse gezinnen waar jongeren bijvoorbeeld ook gewoon er niet over durven te praten, waar er nog veel wordt gepest, et cetera. Jongeren onderling bijvoorbeeld kunnen keihard van elkaar zijn, ik denk dat we dat allemaal wel weten. Schelden over en weer, iemand die kan niet zichzelf zijn, of je wordt al gelijk in een hoekje gedreven en van alles uitgemaakt. In de sportcultuur natuurlijk net zo. Bij de voetbalvereniging Alvira haalde net een voorbeeld aan. Dat gebeurt nog veel te vaak. Waar kunnen mensen dan elkaar ontmoeten hier in Winterswijk en omgeving? Ja, nou, het COC Twente Oost-Achterhoek organiseren dingen. Maar dat is best wel veel toch nog wel op Enschede gericht. Hier in Winterswijk hebben we gelukkig jong en oud. En Maaike en Chris die zijn daar onder andere ook die zitten bij ons in de klankbordgroep. Maar zij zijn ook degene die jong en oud leiden. Dat is een club van 12 tot 18 jaar. Die kunnen elkaar dan ontmoeten. En die gaan leuke dingen met elkaar doen. Bij het COC in Enschede zelf zijn er dingen die georganiseerd worden. Nou ben ik tiener en ik heb homoseksuele gevoelens. En ik worstel daarmee. Waar kan ik terecht? Ja, nou, dus gelukkig zijn er wel verschillende plekken waar je terecht kan. Hè. In Winterswijk. Maar ook in Oost-Gelre, want we hebben het samen gedaan met twee gemeentes, is er ook lokaal jongerenwerk. Dus je zou altijd bij het jongerenwerk daarvoor terecht kunnen. Sociaal team natuurlijk, dat is echt heel lokaal. Maar er zijn ook organisaties, wat ik net ook al noemde, het COC bijvoorbeeld, of de GGD. Die hebben een site, jouwggd.nl, en daar zit een chatfunctie op en daar kun je misschien een eerste stap maken. Mm. Maar ja, wij zeggen ook heel vaak tegen jongeren, als je iemand in je omgeving hebt die je vertrouwt, ga daar ook eens mee in gesprek. Maar soms is het heel lastig om daar een begin in te maken. En helaas maak ik het nog heel vaak mee dat de jongeren dan mij even aantikken. Maar Ersin, hoe denk jij er dan echt over? Ik weet dat dit je werk is, maar hè, wat vind je er dan echt van? Dat zie je dan echt nog veel te vaak. En dan ga ik, ik zie dat echt als een missie om dat gesprek gewoon elke keer weer opnieuw aan te gaan. Van wie ben jij om daarover te oordelen, weet je wel, om over andere jongeren te gaan. Iedereen mag zichzelf zijn, leven en laat leven. Ik vind het gewoon heel belangrijk om dat te blijven doen. Kunt u vertellen hoe dat zebrapad tot stand is gekomen? Nou, de wens om een zebrapad te maken was er. En toen ben ik samen met wat collega's gaan kijken van hoe kan dat er het beste uitzien. En wij zijn op een plek gekomen waar die zebra ook echt betekenis moet hebben. Want daar rijden auto's en er zijn voetgangers. Dus hebben we voor deze vorm gekeken waarbij je zegt van eigenlijk blijft die zebra gewoon in stand. We hebben gewoon maar een zebra is zwart-wit. Nou, hoe zit dat? Ja, nee, ik vind dat heel belangrijk om eens te kijken van hoe moet het nou officieel. Dus we hebben ook gekeken naar de wet en die zegt wat over de lengte van de strepen en de breedte van de zebrastrepen en de kleur.
En nou, daar is niks in veranderd. De wet zegt niks over de achtergrond. Dus we hebben alleen de achtergrond veranderd. Dat de wil lengte, zeggen? De breedte en de witte kleur die blijven. En daarom hebben wij gekozen voor een model met een traditioneel zebrapad. Met die mooie zebrakleuren van de regenboog in de achtergrond.